bloed. Bloed gold altijd al als een bijzondere vloeistof. Men dacht dat het bruikbaar was tegen ziekten. In Europa meende men in de 16e eeuw dat het toedienen van bloed de gezondheid zou verbeteren. De aanzet tot het ontwikkelen van transfusietechnieken kwam pas toen William Harvey in 1616 de bloedsomloop ontdekte. Harvey's werk vergrootte de kennis over de bloedsomloop en daarmee kreeg men ook oog voor de mogelijkheid om geneesmiddelen en zelfs bloed in de aders in te spuiten. De in Oxford werkende arts Richard Lowair hield zich al geruime tijd bezig met het inspuiten van vloeistoffen in levende dieren. Dat riep bij hem de vraag op in hoeverre dieren elkaars bloed zouden verdragen. In 1666 gelukte hem een bloedtransfusie bij honden. De donorhond moest de proef met de dood bekopen. De ontvanger zou de marteling hebben overleefd. Bloedtransfusies zag men toen niet zo zitten. Het was immers algemeen gebruikelijk zieke mensen ader te laten, zelfs als het lichaam al aanzienlijk verzwakt was. Dat maakt de aanvankelijke terughoudendheid bij artsen jegens bloedtransfusie begrijpelijk. Jean-Baptiste Denis, een Franse arts, had ervaring met honden en speelde met de gedachte transfusies bij mensen uit te voeren. In 1667 kreeg hij een unieke kans. Een man was door overmatig aderlaten op sterven na dood. Als donor gebruikte Denis een schaap. Zijn patiënt kreeg een halve liter schapenbloed. Dat de man de behandeling overleefde, was puur toeval. Omdat men niet veel van bloed wist, had men de vreemdste voorstellingen over het effect van transfusies. Men dacht dat men met een transfusie zelfs karaktereigenschappen kon overbrengen. Allengs volgden meer experimenten, ook met mensenbloed. Niet zelden leidde zo'n transfusie tot een pijnlijke dood, wat de tegenstanders in de kaart speelde. Naast de medische bedenkingen rezen er ook godsdienstige bezwaren. In 1675 werden transfusies in Frankrijk daarom verboden, waarna andere landen volgden. Pas anderhalve eeuw later, in 1825, verrichtte James Blundell met succes een bloedtransfusie bij een mens. Een kraamvrouw die veel bloed verloor, kreeg een kwart liter bloed uit een ader van een assistent. Toch verliep ook daarna slechts de helft van alle transfusies naar wens. Waarom het zo vaak misging, wist niemand. Wenen rond de eeuwwisseling. 75 jaar na het succes van Blundell ontdekte Karl Landsteiner de bloedgroepen. In 1893, na zijn studie, kreeg Landsteiner een baan bij de afdeling hygiëne van de Universiteit van Wenen. Daar kreeg hij belangstelling voor serologie en immunologie. Van 1897 tot 1908 werkte hij op het Pathologisch Anatomisch Instituut, waar onder zijn leiding duizenden secties werden uitgevoerd. Landsteiner ontdekte dat serum en bloed van verschillende mensen na menging nogal eens samenklonterden. Om dit te verklaren deed Landsteiner rond 1901 een reeks proeven, aanvankelijk met bloed van 5 collega's en zijn eigen bloed. Landsteiner voerde eerst allerlei voorbehandelingen uit om de bloedmonsters bruikbaar te maken. De stoffen die het bloed lieten stollen haalde hij eruit. Met een centrifuge
scheidde hij het doorzichtige serum van de vaste bloedbestanddelen, de bloedcellen. Aan elk serum voegde hij rode bloedcellen in zout water toe. In sommige gevallen klonterden de bloedcellen tijdens de proef samen. In andere proeven trad geen klontering op. De verschillende bloedmonsters leken bepaalde eigenschappen te hebben die het mengen van menselijk bloed maar beperkt mogelijk maakten. Verder onderzoek met gezonde proefpersonen bevestigde dat het inderdaad om een eigenschap van het bloed zelf ging. Landsteiner vond drie verschillende typen bloed. Hij noemde ze A, B en C, waarbij C later 0 werd genoemd. Landsteiner vermoedde toen al dat hij nog niet alle bloedgroepen had ontdekt. Daarom gaf hij twee assistenten opdracht het bloed van veel meer mensen te onderzoeken. Dat leverde in 1902 een vierde bloedgroep op, die later AB werd genoemd. Het aanduiden van de verschillende bloedgroepen werd in 1928 gestandaardiseerd en vanaf dat moment golden overal de aanduidingen A, B, AB, 0. Bloed wordt verdeeld in serum en een bezinksel van rode bloedcellen. Bloedcellen uit bloed met bloedgroep A hebben het antigeen A aan hun buitenkant. In het serum zit antistof tegen antigeen B, kortweg anti-B. Bloedlichaampjes van iemand met bloedgroep B hebben het antigeen B en in het serum zit nu anti-A. Als bloed met bloedgroep A en bloed met bloedgroep B wordt gemengd, reageert anti-A met antigeen A en anti-B met antigeen B. De bloedlichaampjes klonteren daarna samen. Dit klonteren kan ernstige schade veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. Vanaf het moment dat de bloedgroepen bekend waren, hadden veel mensenlevens gered kunnen worden. Men hoefde bij transfusies alleen maar bloed over te brengen van een bloedgroep die door de ontvanger kon worden verdragen. Maar het bloedgroeponderzoek kreeg pas alle aandacht tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen vonden transfusies en de bijbehorende kruisproeven algemeen ingang. Tegenwoordig kunnen ook grote hoeveelheden bloed worden overgebracht. Dat maakt het mogelijk operaties uit te voeren waarbij veel bloedverlies optreedt. Grootschalige transfusies zijn vooral mogelijk geworden door het gebruik van stollingsremmers. Ook de ontdekking dat toevoegen van glucose en het gekoeld bewaren het bloed enkele weken houdbaar maakt, spelen hier een grote rol. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bloedtransfusies routine. Karl Landsteiner bleef niet in Oostenrijk. De werkomstandigheden waren in Amerika veel beter, zodat hij in 1922 een baan nam bij het Rockefeller Instituut in New York. Zijn werk leverde hem in 1930 een Nobelprijs voor de geneeskunde op. Maar nog steeds doken er onverwacht moeilijkheden op, zelfs al waren de bloedgroepen gelijk. Tot 1940 begreep men niet waar die problemen door kwamen. Onderzoek wees uit dat zo'n onverwachte klontering vooral optrad als de patiënt alleen een bloedtransfusie had gehad.
Ook bij vrouwen die net een kind hadden gekregen ontstonden soms complicaties. Door proeven met rhesusapen vonden Landsteiner en zijn medewerker Wiener de oplossing. Een onbekende stof in het bloed, de zogenaamde rhesusfactor, was de boosdoener. Net als de antigenen A en B van het AB0-stelsel zit ook de rhesusfactor op het oppervlak van de rode bloedcellen. Mensen waar deze factor voorkomt zijn rhesus-positief, de anderen rhesus-negatief. Als rhesus-positief bloed in de bloedsomloop van een rhesus-negatieve mens komt, worden er antilichamen tegen de rhesusfactor gevormd. Dit kan leiden tot het samenklonteren van rode bloedcellen. Soms is een aanstaande moeder rhesus-negatief, haar nog ongeboren kind rhesus-positief. Al voor de geboorte komen bloedcellen van het kind in het bloed van de moeder. De moeder vormt dan antilichamen. Bij een volgende zwangerschap kan dit zich herhalen en tenslotte leiden tot een gevaarlijke afweerreactie. Het onderzoek naar de bloedgroepen bij de mens heeft niet alleen zuiver medische toepassingen. Aan de hand van de bloedgroepen kon ook worden bewezen dat de erfelijkheidswetten van Mendel ook voor de mens gelden. Zowel de bloedgroepen als de rhesusfactor worden volgens de Mendelwetten van ouder op kind overgedragen. Ook bij gerechtelijk onderzoek gebruikt men de kennis van bloedgroepen, bijvoorbeeld om vast te stellen dat iemand onmogelijk de vader van een kind kan zijn. Bij geweldsmisdrijven is bloedgroepenonderzoek soms bruikbaar, maar men past liever de nieuwere genetische vingerafdruktechniek toe. Daarmee kan men nagaan of gevonden DNA overeenkomt met dat van de verdachte. Deze methode is zeer betrouwbaar. Het moderne bloedonderzoek verloopt volgens een vaste procedure waarbij op meerdere bloedgroepensystemen wordt getest. Bloedtransfusie is een routinezaak die menig mensenleven kan redden, zolang er tenminste voldoende donoren zijn. In diepvries kan een noodvoorraad bloed van elke bloedgroep worden bewaard. Goede bewaartechnieken en kennis over bloedgroepen speelden een grote rol bij de ontwikkeling van de eerste hulpverlening. Bloedgroeptesten zijn vergaand geautomatiseerd. Een machine voert zo'n onderzoek in korte tijd uit. Maar hoe modern die aanpak ook mag zijn, nog altijd berust die op het werk van Landsteiner. In verschillende culturen gebruikt men al heel lang schimmels tegen infecties. In China werden geïnfecteerde wonden met beschimmelde levensmiddelen behandeld. In de 17e eeuw gebruikte de hofapotheker John Parkinson schimmels om wonden te genezen. In Engeland was beschimmeld brood nog tot het einde van de vorige eeuw een veelgebruikt huismiddel. In Europa, Azië, Amerika en Afrika, overal werd en wordt ook nu nog schimmel toegepast tegen ontstekingen. Nog geen 100 jaar geleden betekende een wondinfectie vaak de dood. Mensen stierven maar al te vaak aan een ogenschijnlijk onschuldige infectie.
Dat veranderde toen Alexander Fleming penicilline ontdekte. De Eerste Wereldoorlog. De Schotse arts Alexander Fleming was kapitein in een veldhospitaal in Frankrijk. Tegen wondinfecties opgelopen op de slagvelden stond hij machteloos. De ter beschikking staande middelen om wonden te behandelen waren eerder schadelijk dan nuttig. Ze doden weliswaar bacteriën, maar ze tasten ook de witte bloedcellen, dus het afweermechanisme van het lichaam aan. Goed bruikbare medicijnen waren er niet. In 1928 deed Fleming in St. Mary's ziekenhuis in Londen bacteriologisch onderzoek. Bij een routinecontrole van enkele bacteriekweken viel hem iets op. Een schimmelsporen was op de voedingsbodem gekomen en uitgegroeid tot een flinke schimmel. Een verontreiniging. Iemand anders had deze mislukte kweek waarschijnlijk weggegooid. Maar Fleming deed dat niet. Er was namelijk iets vreemds aan de hand. Rondom de schimmel werden de bacteriekolonies kleiner. Flemings conclusie lag voor de hand. De schimmel gaf een bacteriedodende stof aan zijn omgeving af. Het was bovendien een erg werkzame stof tegen stafylokokken, gevaarlijke, ziekteverwekkende bacteriën. Andere bacteriesoorten groeiden ongestoord door. Fleming gebruikte de schimmel in het begin alleen om te kijken of er stafylokokken aanwezig waren. De schimmel was zo een handig middel voor een goede diagnose. De schimmel bleek Penicillium notatum te zijn, vandaar de naam penicilline. Penicilline werd toegepast bij oppervlakkige infecties, maar het effect was matig. Dat was begrijpelijk, want ongezuiverde penicilline bevat maar weinig werkzame bestanddelen en het lukte Fleming niet zuivere penicilline te maken. De belangstelling voor penicilline nam dan ook sterk af. 10 jaar later, in Oxford. Ernst Boris Chain, in 1933 uit Duitsland gevlucht, deed onder leiding van de Australiër Howard Florey biochemisch onderzoek aan zogenaamde lysozymen. Na het afronden van dit onderzoek bleef Chain bij Florey werken. Chain ging op zoek naar een geschikt onderwerp voor verder onderzoek. Bij het doornemen van de literatuur stuitte Chain tenslotte op het al haast vergeten werk van Fleming. Zowel Chain als Florey werden enthousiast over de mogelijkheden van penicilline. Bovendien beseften ze het belang van goede medicijnen tegen infecties maar al te goed. Oorlog met Nazi-Duitsland kon elk ogenblik uitbreken. Chain kweekte de schimmel van Fleming en uit de voedingsbodem extraheerde hij de werkzame stof. Florey richtte zich op dierproeven en een nieuweling, Norman Headley, hield zich bezig met bacteriën. Op 25 mei 1940, toen de Britse troepen voor Duinkerke lagen, werd de eerste grootschalige proef met muizen uitgevoerd. De proef had succes. Maar dat wilde nog niet zeggen dat men nu met mensen kon beginnen. Er moest eerst veel meer ruwe penicilline worden gewonnen. Het zuiveren van penicilline lukte nog steeds niet goed. Een nieuwe kracht, Edward Abraham, ging zich er nu mee bezighouden. Hij vond de oplossing door een nieuwe techniek toe te passen, de adsorptiechromatografie. Daarbij wordt een penicillinehoudende vloeistof door een buis geleid. In die buis zit een stof die penicilline van de overige stoffen in de oplossing scheidt.
Abraham maakte als eerste zuivere penicilline. Al gauw was het laboratorium van Florey een kleine fabriek. Talloze schimmelkweken moesten worden verzorgd. Maar desondanks bleef de penicillineopbrengst klein. Een kweekvat met 500 liter voedingsbodem leverde hooguit genoeg penicilline voor 4 of 5 patiënten. De productiecapaciteit was te klein. Bovendien begon Engeland steeds meer last te krijgen van Duitse luchtaanvallen. Men besloot daarom de productie naar de Verenigde Staten over te brengen. Daar waren voldoende voorzieningen om de industriële winning van penicilline van de grond te krijgen. Röntgenstraling, ultraviolette straling en mutagene stoffen werden ingezet om schimmelmutanten met een grotere opbrengst te krijgen. De massaproductie van penicilline kreeg in de loop van de Tweede Wereldoorlog grote militaire betekenis. In 1943 stond het penicillineonderzoek als nummer 2 op de prioriteitenlijst. Op de eerste plaats stond het Manhattan-project, de ontwikkeling van de atoombom. Een behandeling met penicilline kostte in 1944 nog $200. Maar de prijs zakte snel en na enige tijd was de verpakking duurder dan de inhoud. Eerst wist men nauwelijks genoeg penicilline te maken voor een enkele behandeling. Maar korte tijd later was het middel vrijwel onbegrensd beschikbaar. Althans, voor de behandeling van geallieerde soldaten. Op die day waren de geallieerden bij de landing in Normandië dankzij de penicilline gewapend tegen de ooit zo gevreesde wondinfecties van het slagveld. In 1945 kregen Fleming, Florey en Chain de Nobelprijs voor de geneeskunde. Na de oorlog ontstond er op de zwarte markt een levendige handel in penicilline. Daar kwam, althans in de geïndustrialiseerde landen, een eind aan toen de industrie volledig aan de vraag kon voldoen. De werking van penicilline is thans bekend. Het belet het ontstaan van dwarsverbindingen tussen zogenaamde mureïneketens. Die mureïneketens vormen nieuwe celwanden als een bacterie zich heeft gedeeld. Penicilline veroorzaakt zwakke plekken in de celwanden, waardoor scheuren ontstaan. Een heel andere groep geneesmiddelen zijn de synthetisch gemaakte sulfonamiden, die al in de 30er jaren in Duitsland waren ontwikkeld. Prontosil was het eerste bruikbare sulfonamide. Het werd in 1932 door de Duitse chemicus Gerhard Domack gemaakt. Maar een behandeling met sulfonamide geeft ernstige bijverschijnselen. Daarentegen heeft penicilline veel minder bijwerkingen. Het doodt bacteriën, terwijl de cellen van de mens er geen last van hebben. Maar er doemde een groot probleem op. In toenemende mate werden bacteriën resistent. Die bacteriën maakten een enzym, penicillase, dat penicilline afbrak. Zulke resistente bacteriën vermeerderen zich ongehinderd, ook in aanwezigheid van penicilline. Schimmels maken penicilline tegen bacteriën en op hun beurt maken bacteriën penicillase. Tegenwoordig weten we dat penicilline maar één van de vele natuurlijke antibiotica is. Die antibiotica spelen een rol in de aantalsregulering van de organismen in de bodem. Hun onderlinge relaties worden beïnvloed door stoffen die ze afscheiden. Dat kan betekenen dat sommige organismen juist beter groeien, terwijl andere geremd worden.
Penicilline is maar één van die vele bacteriedodende stoffen. In 1943 vonden Selman Waksman en Albert Schatz een tweede antibioticum, streptomycine. Ook dit is afkomstig van een schimmel uit de grond. Met streptomycine beschikte men voor het eerst over een middel tegen tuberculose. Waksman was trouwens degene die het woord antibioticum invoerde. Sedert de jaren 20 is de gemiddelde levensverwachting van 54 naar 75 jaar gestegen. Daarvan zijn 10 jaar aan antibiotica te danken. De ontdekking van penicilline ontketende een koortsachtige jacht op nieuwe antibiotica. Nu kennen we meer dan 6000 verschillende antibiotica en nog steeds neemt dat aantal toe. Helaas zijn de meeste te giftig als geneesmiddel, zodat er maar enkele honderden gebruikt worden. Omvangrijke speurprogramma's